Ewout Pletings is 18 jaar en komt uit Schendelbeke, Geraarsbergen. Hij is professioneel voetballer bij Zulte Waregem. Sinds de winterstop is hij er vaste waarde in het eerste elftal. Naast zijn bestaan als voetballer studeert hij ook nog rechten. Voelt hij veel druk en hoe gaat hij hiermee om? Mijn eerste match had ik wel wat stress, toch? Zeker, ja, mijn eerste match tegen Antwerp. Toen, ja, op zich had ik zo wel iets van, ja, als ik iets verkeerd doe of zo, het is nu ook niet dat ze mij dat gaan kwalijk nemen, denk ik. Ze weten wel dat mijn eerste match is, maar ik wilde toch bewijzen en het goed doen. En dan, mijn tweede match was tegen Lokeren en dat was eigenlijk direct een belangrijke voor, ja, de degradatiestrijd. Dus ik had eigenlijk voor die match zelf meer stress dan voor de eerste tegen Antwerp. Omdat echt, ja, het belang van de ploeg en van de club hing ervan af. Maar dan nu, ja, heb ik al, nu zit ik aan 15 wedstrijden, 14, 15 wedstrijden. Dus nu is dat echt wel los aan het lopen. Nu heb ik eigenlijk geen stress meer om te spelen. De druk is dus duidelijk voelbaar voor hem. Ook al kan hij er ondertussen al beter mee om. Maar van waar komt die druk nu precies? Ik leg die druk sowieso mezelf wel op. Ik wil altijd zo goed mogelijk spelen. Vanuit de club is er natuurlijk ook wel, ja, druk om, ja, zoals ik gezegd heb, van die concurrentiestrijd. Die druk leg je dan jezelf eigenlijk op, omdat je niet uit de ploeg wilt vallen. Je wilt, ja, in die ploeg blijven staan en je wilt de beste zijn. Van mijn ouders uit is er eigenlijk nooit echt die druk geweest. Ze zetten mij wel aan om mij te verzorgen. En bij mijn vader was dat vooral, ja, de intensiteit die goed moest zitten. Als ik echt speelde om te winnen en, ja, mijn best deed, dan was hij al content. Dus niet, hij weet ook, we kunnen een keer een slechte pas geven en zo. En, daar zat hij allemaal niet mee in. Dat vond hij allemaal niet erg. Het enige wat hij wel erg vond, is dat ik, ja, als hij zag dat ik bijvoorbeeld bij een achterstand mijn kop liet hangen of zo, dat zag hij niet graag. En daar ben ik hem ook dankbaar voor, dat hij mij dat echt meegegeven heeft van mij altijd te geven, wat dat de omstandigheden ook zijn. Ewout stond, ondanks de weinige ervaringen die hij nog maar heeft, toch al voor enkele stressvolle situaties. Uw club is sowieso belangrijk. Zeker, we hebben dit jaar ook tegen degradatie gespeeld. Dus dat was even echt wel het moment dat hier, ja, veel druk zat. Want we wouden echt in eerste klasse blijven. Bij de nationale ploeg hebben we dit jaar ook voor de EK-kwalificatie gespeeld. Dus dat was ook wel echt, ja, een doel dat watte. Maar op zich zijn we daar een beetje als underdog naartoe gegaan. Het is niet dat er veel verwacht werd van onze lichting. Maar ja, we hebben het dan uiteindelijk goed gedaan. Op één match geëindigd van de kwalificatie. Dus net niet kunnen dat EK-ticket bemachtigen. Maar daar merkte ook wel, ja, mijn ervaring die ik hier nu heb van mijn eerste ploeg, kon ik daar ook wel meenemen naar de nationale ploeg. En dat helpt mij ook wel dat ik leer met die druk omgaan. En daar ook, ja, een van de leiders misschien wel van de ploeg te worden. Naast zijn carrière als voetballer studeert Ewout ook nog rechten. De combinatie van de twee is geen evidentie en zorgt ook hier voor de nodige druk. Hoe gaat hij hiermee om? Het is niet makkelijk. Ik had rechten ook gedaan met oog op dat ik nog bij de belofte speelde. En dat, ja, voetbal was wel plan A, maar ik had toch een plan B nodig. Nu speel ik bij de eerste ploeg en is dat natuurlijk wel iets anders. Nu focus ik mij volop op de voetbal. En wil ik wel ook, ja, mijn studies daarnaast niet laten vallen. Dus ik ga ook wel blijven verder studeren. Op het einde van het jaar zal het nu een beetje te zien zijn of dat rechten haalbaar is om te combineren. Of dat ik eventueel toch iets anders doe dat in tijd misschien ook iets korter duurt. Want rechten is toch, ja, 5 jaar in totaal. En ik splits het op in 2 ongeveer, dus dat is 10 jaar dat ik erover zou doen. Dus dat is wel, ik moet een keer goed kijken op het einde van het jaar of dat wel haalbaar is.